Ja, ik zie ze, Wesley. Als jij gewoon die kant oploopt, dan vang ik ze ergens anders op. Op Schouwen-Duiveland rijden Wesley en Albert door Zierikzee als ze twee jongens zien lopen op de rijbaan. De twee zijn bekenden. Ja, rennen hoor, naar de action. Oh. Dat is niet handig voor wat hij nou doet met zijn enkelband om. Stap hier even uit, hoor. Ik rij weer richting de action. Ja. Wesley, de action, achterdeur. Richting Pontus, Wesley. Albert en Wesley willen de jongens alleen maar aanspreken, maar krijgen daar geen seconde de tijd voor. Ja, ik zie ze, Wesley. Als jij gewoon die kant oploopt, dan vang ik ze ergens anders op. Wat een spel, jongens. Ja, oké. Wesley, denk jij voor dat ze niet bij dat bejaardenhuis over die brug heen gaan? Dan rijd ik gewoon richting de bejaarden. Ja. Jij nog zicht, Wesley? Nee, geen zicht. Laatst gezien. Maar ik kan niet veel te uur achter. Ja, als jij ze daar niet meer ziet, dan zou ik niet weten waar ze gebleven zijn. Ja, ik denk dat ze, voordat ik hierheen kwam, dat ze hier misschien al de brug overheen zijn gestoken dan. Nee, ze liepen rechtdoor namelijk. Dus ze moeten of daar ergens in die bossen zitten of in de tuin. Ja, ik draai, ik zet even de auto uit, komt jouw kant op. Ja, ik zie hem. Ja, zie mij ook, een lichte lus. Ja, jongens, waarom zoveel moeite als we jullie alleen maar aan willen spreken? Joh, wacht gewoon even. Ze rennen richting de Vlaakstraat straks. Als je nu komt, nu. Ja, brug of waar wil je ze hebben? Nou, ik kan wel, want dan gaan ze rennen. Nou, lekker laten doen dan. De heren laten zich geenszins vangen. Omdat het alleen maar ging om het feit dat ze niet op de rijbaan mogen lopen, besluiten Albert en Wesley ze verder met rust te laten. Ze gaan naar een locatie waar heel vaak fout geparkeerd wordt. En ook nu is het raak. Dit voertuig staat in een parkeerverbod. En daar gaat u een bekeuring voor krijgen. De bekeuring is €100 plus €9 administratiekosten. Het gebeurt hier wel vaak dat mensen hier parkeren in het parkeerverbod, omdat hier dichtbij zitten horecagelegenheden. En dan gaan ze een hapje eten terwijl ze niet op zoek gaan naar een parkeerplaats. Goedendag. Als u nog even iets. Wesley houdt een auto staande die ook aardig beroerd geparkeerd stond. Vrouw even oma ophouden, die is heel slecht been. We hebben hier net gegeten in een pannenkoekhuis. Oké, ik snap. Daarom heb ik haar net. Ja. Ik snap. Maar ik wil alleen nog heel even uw rijbewijs zien. Dan kan ik namelijk nog heel even kijken hoe of wat. Ja, geen zorgen, het is gewoon een gesprek, maar ik wil wel dat u hem heel even wat beter zo zet. Kunnen de auto's eventueel er nog door, oké? Dan zet ik hem daar neer, want hier sta je in ritme. Ja, kan. Komt denk ik niks uit, dus. Weet u al eens een keer eerder aangesproken hierop? Nee? Okay. Dan krijgt u gewoon een waarschuwing. Let erop de volgende keer. En ik snap dat u iemand bij u heeft die slechte been is. We zetten hem dan even naast de stoep. Dat is een paar centimeter naast de stoep en dan bent u niet in overtreding. Okay? Zie je, ik heb allemaal rijbewijzen. Ja? Ik blokkeer geen wegen. Nee. Als ik hier in die bocht ga staan, dan komt er niemand meer omheen. Daarom heb ik hem. Dan staat u. Zet hem daar even neer. Ik snap hem. Dan kan ik oma inlaaien. Dit stuk snap ik. Alleen, u begaat twee overtredingen. En ik zeg u alleen maar, als u het even anders doet. Is goed. Okay? Dank je wel. Het is toch een waarschuwing, maar let er even op. Ja? Okay. Fijne dag nog voor u van. Dank je wel. Ja. Dank u. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.